kijk. Ja, je wordt wel jong gefilmd hoor. Heb je je moe opgerond? Ja, oh ja, mijn moe op. Wauw. 12 dagen moet ik hier doorwerken. Beetje doorwerken. Trap voor trap achter. Hand opzij. We gaan knieën liften. En de deur gaat op en laag. Oh ja? Kom je hier vaak? Nu en dan. Oh, ik kan dit niet hoor. Nee. Hallo. Het is zondag. Het is 1:00. Ik heb mijn hele programma gehad vandaag. Tenminste, joggen, lopen. En joggen gefilmd. Dat hebben jullie kunnen zien. Ik ben heel erg moe. Verder voel ik me gewoon helemaal goed. Ik ben net naar het winkelcentrum gelopen, dus daarom ben ik moe. Ik heb heel veel trek. En ik heb de beslissing genomen dat ik vandaag ga beginnen met opbouwen. Want dit is de ene laatste hele dag en ik ben er gewoon klaar voor. Ik zei al, ik ben gewoon er weer aan toe om naar huis te gaan. Ik wil nog wel afvallen, maar dat kan ook. Want ik ga vandaag beginnen door mijn turbo, dus mijn middagslap, te vervangen. Ik ga niet eens meer praten, ik heb zoveel trek. Ook al ben ik nu nog, mijn maag ligt nog gewoon stil, maar ik heb er echt... Het gaat niet meer of zo. Tenminste, op een positieve manier. Ik ben er gewoon klaar voor, zeg maar. Ik ga weer even neerzetten. Dus ik heb besloten mijn turbo te gaan nemen in vaste vorm. En dat doe ik vandaag en morgen. En dinsdag gaan we dus weg. En die middag ga ik een salade met vis eten met Mirjam. En ik wilde daarvoor gewoon nu al beginnen met het opbouwen. En daardoor weet ik zeker dat ik minder snel ga aankomen. Doordat ik goed opbouw. En misschien denken jullie van, zwak. Nee, het is ook duidelijk verteld. Het is niet slecht. Kijk, ik heb tomaten gekocht. En ik heb wel nog sla. Kijk, dat maakt zeg maar niet uit of je dat toevoegt. Dat is gewoon heel gezond en calorieloos. En een komkommer, dus voor vandaag en morgen. En dan wel olijfolie, maar ja, die heb je ook in het avondsap. Dus in het avondsap neem ik dan weer geen olijfolie, want ik ga wel gewoon avondsap nemen. En zout en peper. En ik ga beginnen met echt een mini beetje zout en wel peper. Want waarschijnlijk is mijn smaak gewoon nog helemaal, heb ik niks nodig. Dus ik ga een heerlijke salade maken en ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik vind ook dat ik het verdiend heb. Ik ga nu mijn salade maken. Zo. En ik ga jullie natuurlijk even laten zien hoe erg ik ervan ga genieten. Maar ik ga hem nu eerst even maken. Nou, ik zit. Het lijkt echt ziek veel. En een glas bruiswater erbij. Aan een mooie tafel. Echt nauwelijks zout opgedaan. Ik ga het proberen. Echt 3 korrels. Ik ga nu mijn eerste hap weer nemen. Ik moet heel langzaam kauwen. Tot het helemaal fijn is en dan pas doorslikken. De komkommers hier vind ik niet zo heel erg lekker, maar het is zo fijn. Ik heb er een citroentje overheen geknepen. Dat raden ze aan in plaats van azijn. En ik had ook een knoflookteentje trouwens gekocht, maar ik dacht dat doe ik nog even niet. Want ik geniet nog even van de pure smaak. Ze zei van eet gewoon tot je vol zit. Weet je, dit lijkt me heel veel, maar ik ga gewoon heel rustig eten. En ik kan heel eerlijk zeggen... Want ergens in mijn hoofd gaat het nog van, ja, moet ik wel al opbouwen. Maar het is echt geen zwakte iets of zo. Want ik zweer, ik vind het echt niet super lekker als ik eerlijk ben. Want het zijn natuurlijk dezelfde komkommer en tomaten als in de sapjes zitten. En ik vind die in dit land gewoon veel minder lekker. Maar het is gewoon meer dat ik gewoon, dat het me meer kracht geeft weer. Want mijn lichaam wil gewoon weer een beetje vezels. En ja, mijn buik wordt dan wel weer iets dikker, want er zit weer eten in. Maar ik zit nu ook gewoon vol. Het neemt mijn behoefte aan voedsel af. Want ik had nu zo erg dat ik er klaar mee was. Dat ik echt elke advertentie van McDonald's helemaal zat, weet je wel. In de supermarkt dat ik alles wil eten. En nu heb ik dat al niet meer. Nu vind ik dit gewoon prima. Ben ik gewoon verzadigd. Dus, en in de eerste week had ik dat ook helemaal niet. Maar dat had ik sinds 2 dagen echt een beetje erg. Maar nu ben ik gewoon verzadigd. Dus nu ben ik gewoon tevreden. En dan heb ik ook weer meer kracht. En ik slaap dan denk ik ook weer lekkerder. Want ja, ik vond het net iets te lang.
Maar dit is helemaal, ja, ik laat me een soort van mindfucken. Mijn vader zegt alweer van ja, dat is een zwakte of zo. Maar het is echt geen zwakte. Ik deed gewoon wat goed voelt en dit voelt gewoon echt beter. Ik ben weer prachtig aan het filmen met dit licht, waardoor mijn hoofd weer lekker dik lijkt. Maar dus ik heb ook een boertje. Ik zit nu vol. Dus grappig, ik heb echt een 5 komkommer op en 2 tomaatjes en ik zit vol. Top. Oké, ik lig nu even op bed. Ik zit zo vol. Wow. Ik ben wel blij dat ik het zo doe. Ik blijf het lastig. Ik zit al 2 dagen ja, nee, ja, nee, ja, nee. Want ja, in principe ben je gewoon op sapkuur natuurlijk. En ik vind het jammer als mensen denken dat het een soort zwak iets is of zo. Maar ik ben echt blij, want ik zit nu nokkie vol. Echt bomvol. Ik voel me ook meteen weer dikker. Want je lichaam is gewoon gewend dat het leeg is. Ik bedoel, alleen maar vocht, dus eigenlijk leeg. Dus daardoor voel je ook veel platter. Nu voel ik me echt kapot dik. En nu heb ik het gevoel dat ik ineens weer helemaal dik ben en zo. Zo raar. Daarom is het wel goed dat ik het echt in deze hele langzame stappen doe. Ik heb nu gewoon geen behoefte meer in eten. Ik zit nu gewoon vol. En ik heb er ook niet echt van genoten. Dus ja. Ik wil echt slapen nu. En dan denk ik veel meer lekker gaan slapen nu ik eten in mijn buik heb. Maar dit was het ook al, weet je. Ik ga straks niet meer verder van die sla eten. Straks gewoon weer avondsap. En morgen gewoon weer ochtendsap. En weer hetzelfde. Volgens mij zit je nu gewoon al vol na. Een soort van pasta in de hoeveelheid van een kopje thee of zo. Ik moet het echt, echt volhouden. Ergens voel ik me nu zo chill, want ik slaap dus heel slecht. En ik heb steeds veel energie, terwijl ik eigenlijk ook heel moe ben, heel dubbel. En nu voel ik me zo lekker dat ik heerlijk mijn bed ligt en ineens veel lekkerder. Heel lekker in slaap kan vallen. Dus ik ga daar ook even aan toegeven. Ik denk dat het echt een goede beslissing is geweest wat ik nu doe. Want ik zat ook echt met sporten dat ik dacht ik wil helemaal niet meer. Energie, je hebt het nog wel. Zodra je helemaal gaat lopen heb je het wel, maar je bent gewoon futloos. Ik heb weer een mooie roze tong. Dus ik ben er klaar voor. En ik ga nu even slapen. Hoi, het is vandaag maandag, de laatste dag. Ik heb gisteren niks meer gefilmd, maar er was ook niks bijzonders. En nu hebben we net ons ochtendsapje gedronken. En toen moesten we ons aankleden in sportkleding. Normaal gaan we nu dus aquajoggen, maar... er is een verrassing of zo. Laurens is er ook, de baas. En maar van een uurtje of zo. Maar we moesten dus onze workoutkleding aan. Doe je. Dus waarschijnlijk gaan we een workout doen. En misschien gaan we wel met een busje naar een ander strand of zo. Ik heb echt geen idee. Maar we zullen het zo zien. Ik heb voor de verandering is weer mijn haar even snel gesteld. En een staart in gedaan. Zie je overbelicht mijn camera is? Het is super irritant. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb mijn camera in de aanslag, maar we weten het nog steeds niet. Gewoon bij de... nee. We gaan geen hamburgers eten. Oh, we zijn op locatie. Shoppen? Nee. Skateboarden. Skateboarden. Nee, surf. Nee, surfpakken. Nee, jawel, daar moet je naakt in, toch? Nee, je gaat toch niet naakt in een geleend pak? Nee, precies. Nee, dan ga ik echt niet met mijn tummin iemand anders met zijn tummin hebben gezeten. Nee. Nou, het is heel spannend. We zijn allemaal aan het raden. We hebben echt wel heel veel geraden, maar we weten het nog steeds niet. En het enige wat we zien zijn wetsuits en skateboards. En surfplanken. En surfplanken. En een giechelende Ilona. If you wanna come in. We don't know yet what they're going to do. It's a surprise. We don't know what they're going to do. Oh, come with me! Hallo. Hello. Shoes on. Oh. Okay, shoes on. Shoes on, shoes on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
And you're great. Thank you. Thank you so much. What is your name? Alexia. Alexia. Shout out to Alexia. Bye Alexia. Ik ben echt nog nooit zo rood geweest. Ik meen het. Dus dit is blijkbaar het hardste dat ik ooit heb gesport. Wil jij er nog bij, Mirjam? Ja. Ik ben ook boe. Wat vonden we ervan? Nou, even schrikken eerst. Ja. Want ik dacht, ik ga op mijn bek. Of ik val. Ja, dat draaien natuurlijk. Vond ik moeilijk. Maar ik vond het heel gaaf. Ja. Maar ik vond het ook zwaar. Het was heel... Nou, het was meer, je hebt je er niet op ingesteld. Nee, precies. Maar het is goed dat ze het niet van tevoren heeft verteld. Want anders had de helft dan niet meegegaan. Ja. Ik wel. Ja, ja, de andere. Ja. Maar wat het ook is... Zij springt zeg maar, chuck, chuck. Ja. En wij zijn misschien ook omdat ik zwaarder ben. Ik weer dieper of zo, ja. Ja, dus wil je haar tempo bijhouden, moet je echt ziek stampen. En dat ging ik aan het begin doen. En dan ben je na 5 seconden al kapot. Ja. Maar dat is wel leuk. Ik heb nog nooit zoveel zweet geroken als de afgelopen week. Ja, dat was wel goor, ja. Ja, het was er wel heel heet, maar echt top. Ook Ilona is helemaal Maar als je ziet inderdaad hoeveel dit Ilona al kost, dan ben ik gewoon echt... Ik ben echt trots. Mega trots op mezelf, ja. Oké, nou daar komt Ilona aan hoor, jongens. Kijk even. Nou, momenteel ben ik echt een natte hond. Ja. Echt helemaal. Een stinkende natte hond. Kijk erop. Oh ja, toch? Ja. Nou, we zijn dus terug van sporten. En ik had dus gisteren gezegd dat ik een salade zou gaan maken weer thuis. Gewoon donker. Maar Mirjam die gaat hier nu zitten, want zij is ook al begonnen met opbouwen. Dus het staat helemaal nergens op dat ik dan thuis... Ga zitten terwijl we ook al gezellig hier kunnen zitten. Lekker dus, met mij op het terrasje. Ja, dat hebben we ons helemaal mooi gemaakt. Dus ik voel me wel weer mooi. En nu gaan we gewoon lekker salade eten. En we hebben er super veel zin in. Ja, heerlijk. We hebben elke dingetje hebben bekeken en gezeten. En we wilden gewoon, weet je, het is nu zo belangrijk dat we goede salade kiezen. Dus we zitten nu ergens waar we denken dat het heel goed is. Thank you. Nou, dit is onze salade. Het is gewoon echt heel veel sla, zeg maar heel veel ijsbergsla. Ja. We weten nog niet echt wat we ervan vinden, want we vinden het wel heel weinig tonijn. Maar we gaan er wel van genieten. Kijk, het is echt ziek weinig en heel weinig tomaat. En de rest is gewoon allemaal ijsbergsla. Nou. En kabeljauw. Ja. Enjoy. Ik ga nu mijn eerste hap nemen. Oh, hij is warm, ja. Oh, dit is heel lekker. Ja, het is echt heel lekker. Lekker vlees. Mm. Zo, dat was heel gezellig. En nu leg ik nog even lekker met papa aan het zwembad. En dan gaan we straks aquajoggen. En dat is wel lekker. Normaal hebben we het ochtends, maar nu 's middags. Dus dan heb ik nu alvast mijn bikini aan. En dan kunnen we meteen door. Meteen het zwembad in. Dus dat is wel chill. Lekker onder het parasol. Ik heb je nu aan het filmen hoor. Oh. Hallo. Hallo. Sappie. Hallo Sappie. Hallo. Hey, hoe was je salade? Heel erg van genoten. Ja? Maar hij was wel gierig. Gierig? Na het eerste 10 minuten dacht ik alleen maar, gierige salade. Maar daarna heb ik er wel echt van genoten. Zou het kunnen zijn dat je in het verkeerde restaurant zat? Ja. Dit was sowieso niet waar we naar hadden moeten zijn. Maar we zijn echt elk restaurant af geweest. Dit was de enige waar ze salade hadden zonder kaas en zo. En gewoon gezond. Oh, okay. Het gezond was het wel. Nou, mooi. Het is heel gezond. Nou, waar het eigenlijk op neerkomt is om zo puur mogelijk te eten. Dus zoveel mogelijk gewoon vers. Zo weinig mogelijk bewerkt voedsel. Zoveel mogelijk afwisseling. Zoveel mogelijk met het seizoen dus ook mee eten. Zoveel mogelijk biologisch als het enigszins kan. Eigenlijk wel een beetje terug naar het oerdieet. Zoals ze vroeger aten. Dus dat heb je hier ook gehad. Alleen maar rauwe groenten. En waarom is dat? Als je de spullen verhit, dan verandert de moleculaire structuur. Waardoor het veel minder goed is op te nemen. Dus dan heb je veel minder aan die producten. En dan ga je ook nog die gifstoffen eigenlijk opbouwen. Ja, want je neemt het niet goed op en dan wordt het weer opgestapeld in je lichaam. Waar je zo hard aan hebt gewerkt om je weer schoner te maken, om je vaten weer schoner te maken. Waardoor je doorbloeding beter wordt en waardoor je organen beter gaan werken. En waardoor je dus meer energie krijgt en van je klachten af kan komen. Dat ga je dan weer een beetje te niet doen. Dus altijd, ik zeg altijd, zorg ervoor dat je veel vers gewoon vers neemt
ook in de winter. Kijk, en dan kan ik begrijpen dat je geen zin hebt om, om alleen maar salades te eten in de winter. Dat gaat helemaal niet. Maar maak dan een groentesmoothie of een groentesapje van tevoren. En dan drink je dat lekker op. Dan heb je alle goede stoffen binnen. Wat ik ook altijd zeg, probeer altijd wat rauw bij je maaltijd te hebben. En als het enigszins kan voor. En als je het voor eet, ben je gewoon lang mee bezig, want dan moet je goed kauwen. Dus ben je al een tijdje bezig en dan heb je alweer meer het gevoel dat je verzadigd bent. Tot 5 uur na opstaan alleen maar fruit. Dus je staat op, stel je voor je staat op om 7 uur. Dan alleen maar tot 12 uur alleen maar fruit eten. Kan zoals je wil. Fruitsap, smoothie, gewoon eten, salade. Maar alleen maar fruit. Ja, want vorige week zei Henny van ja, tot 12 of 1 uur fruit. Maar ik heb inderdaad, op maandag en dinsdag sta ik echt om 6 uur op. Maar dan op woensdag sta ik soms pas weer om 11 uur op. Maar dan kan je ook nog steeds 5 uur lang. Dus kan je eigenlijk als ontbijt en lunch alleen maar fruit en dat je alleen avond eet. Dat is niet slecht. Ja, dan ga je toch wel langer door of niet? Dus je, nee, dat nou, niet. Okay. Ja, dat kan. Ja. Als je maar, zou ik het in kleine porties verdelen. Dat je toch nog genoeg binnenkrijgt. Ja. Want anders, als je eigenlijk zomaar een maaltijd gaat overslaan, is ook niet goed. Nee, misschien 's middags wat groente dan ook nog of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en waarom is dat? Dan zit je in je eliminatiecyclus. En dat wil dus zeggen dat je lichaam van je afvalstoffen af wil komen. Nou, als je dan fruit neemt, dan sta je dat het minst in de weg. Want het vergt het minste energie om te verteren. Dus dan haal je het minste energie weg van dat proces. En hoe lang dat is? 5 uur tot 5 uur. Nee, lang. Hoeveel dagen? Altijd. Dit is eigenlijk een soort van, ja, en dan kan je zelf indelen hoe je dat wil. Als jij zegt, nou, ik ga niet goed bij alleen maar 's morgens fruit nemen. Nou, dan is dat toch prima, als je dan maar niet voor dat, al dat bewerkte voedsel gaat en zo. Probeer het zo puur mogelijk te houden en zo gezond mogelijk. Ik denk dat dat het sterkste punt is eigenlijk. Dat ze weg met die rotzooi en al die klaargemaakte dingen en zo. Tuurlijk maakt het niet uit op zich. En af en toe is het ook heerlijk om eens een lekker, weet ik veel, een kroket te eten. Of weet ik veel, vind jij een pak met mayonaise lekker of zo. Of je wijntje met een kaasplankje erbij. Dat moet ook af en toe kunnen. Maar gewoon alles met mate. Nou, dan zo weinig mogelijk vlees eten. Vlees is tegenwoordig niet meer van zo'n geweldige kwaliteit. Als je voor vlees gaat, zou ik zeggen, ga naar een goede slager. Wij kunnen eigenlijk helemaal geen dierlijke proteïne opnemen. Die moeten we eerst afbreken om onze eigen proteïne aan te maken met behulp van essentiële aminozuren. En waarom dan niet groente eten die alle 8 aminozuren hebben waarmee wij onze proteïne mee kunnen aanmaken. Heb ik een paar voorbeelden van een soort vleesvervangers. Dat zijn dan de wortels, de spruitjes, de kool, de maïs, de aubergine, courgette, erwten, pompoen, tomaten, de banaan, de appel. Alle noten, natuurlijk wel weer rauw, hè? Zonnebloem, sesamzaad en peulvruchten. En de bruikbaarheid van deze aminozuren in de planten overtreft in verre van dat van vlees. Wat kleine dingetjes nog. Voorzichtig met azijn. Azijn remt de aanmaak van speeksel. En speeksel is het eerste stapje van je spijsvertering. Hè, voor de omzet van zetmeel. Dus heb jij een zetmeelrijke maaltijd, neem je geen azijn. Ga dan voor bijvoorbeeld citroensap. Als je bijvoorbeeld rijst met sla neemt, kun je beter geen azijn in je sla doen. Doe dat met citroensap. Heb je dat niet? Ga dan voor bijvoorbeeld appelsieder azijn, want dat heeft heel veel goede eigenschappen. Zout mijden, zout verhoogt de bloeddruk, je houdt vocht vast om je zuureffect in je lichaam te neutraliseren. Tast je nieren aan. Ik zeg altijd, probeer zoveel mogelijk met verse kruiden te werken. Dan heb je veel minder behoefte aan zout. En nu helemaal, hè, want jullie hebben nu zoutloos gegeten. Dus nu is alles veel heftiger. Dus je kan met veel minder op het moment kun je tevreden zijn. Dus eigenlijk ook met alles, hè, dus met je portie. Dus ik zou zeggen, ga voor kleinere porties als je wil afvallen. Sommige mensen vinden het fijn om...
om van kleinere bordjes te eten, dus kleiner op die manier. Want als je een groot bord en een klein portie, dan lijkt het weinig. Als je een kleiner bordje gebruikt, dan lijkt het net zoveel. Voor mensen die koken, kook niet te veel. Omdat je denkt van, nou, ik moet het even opmaken, doe het dan minder. Of kook wat en doe het daarna in de diepvries. Ja, als we het over zout hebben, dan wil ik het natuurlijk ook eventjes over de suikers hebben. Geraffineerde suikers zijn natuurlijk slecht. Goede alternatieven, de ahornsiroop, ingesuikerde vruchtensiroop, agavesiroop, rauwe honing, kokosbloesemsuiker. Bio-afdeling. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel nog steeds allemaal dikmakers. Een goed alternatief dan. Zoetjes zijn natuurlijk slecht met aspartaam. Ga dan voor stevia. Al is dat wel een beetje gemeengoedje, want daar moet je een beetje aan wennen. In het begin heb je zo'n nare nasmaak, ja, een bittere nasmaak in je mond. Je moet er even overheen. Dat duurt ongeveer een paar weken. En als je dan eraan gewend bent, dan heb je er helemaal geen last van. Hallo! Ja! Ja, het was gezellig, hè? Dit is de laatste keer dat ik je zie. Oh, Poes. Hi, Poes. Oh, hallo, Poes. Ja, ben jij zo lief?